Ja, vrienden, ik doe echt mijn uiterste best om het leuk te vinden. Ja, en dat is echt niet makkelijk, hoor. Want ik heb niks met Formule 1, ja, daar heb ik het over natuurlijk. Heel Nederland in de ban van de Formule 1 en van Max Verstappen. En dat is ook terecht, want Max Verstappen is natuurlijk waanzinnig goed. Maar ja, ik heb het alles eerder gezet. Ik heb niet zoveel met de Formule 1, maar ik doe mijn best. Ik doe echt mijn best, want ik heb nu ook zitten kijken naar die training. En dan, ja, ik begrijp er gewoon niks van. Er wordt me voor alles uitgelegd over dat je vleugeltjes, voorvleugeltjes moet poetsen. En je moet dingetjes afplakken. En je moet, en banden zus en banden zo. En weet ik veel allemaal. Het is me allemaal veel te technisch, vrienden. En daar heb ik zo weinig mee. En als ik dan begin tegen die Formule 1 aanhangers. En dan zeg ik, ja, man, die Hamilton. Die Hamilton, die was dus geweldig. Hè? Ja, wereldkampioen weet ik veel, 6 keer. En die staat nu gewoon zwaar achteraan. En ja, hoe kan dat nou? Die kan er dus niks meer van, die Hamilton. Dat is dan in één keer klaar. Ja, en waarom is het dan niet zo? Waarom gaan ze niet auto's ruilen dan? Laat Verstappen een keer in de auto rijden van die Hamilton en omgekeerd. Dan weten we gewoon wie de beste coureur is. Of zit het dan in de auto, weet je wel. En dat vind ik het dus niet zo interessant aan. En dat hele Formule 1 gebeuren. Ja, dan zeggen zij, ja, maar luister. Er zitten daar wel 100.000 mensen op de tribune. Het is gewoon het grootste evenement in Nederland op sportgebied. Ja, dat... Dus ik moet er ook aan geloven. Dus het is maar goed ook dat ik het een beetje leuk probeer te gaan vinden. Want er zit weinig anders op. Er zit gewoon alles oranje en die mensen zitten alleen te kijken. Waar zitten ze nou te kijken? Ik begrijp het gewoon niet. En dan is er de Tarzanbocht. Oh, en de Gerlachbocht. En de bocht zonder naam. Zeker genoemd naar BZN of zo. En allemaal dat soort dingen. En ja, daar zit ik dus naar te kijken. Ja, en op een gegeven moment. Toen werd het dus op een soort van spannend ook. Ja, want toen ging die Leclerc en toen ging hij Verstappen. En die gingen allemaal nog even een rondje. En toen gingen ze weer. En toen had hij gewonnen. Ja, met zo'n stukje verschil had hij gewonnen. Ja, en nou staat hij dus vooraan. Ja, pole position. Oké. Nou, vrienden. Ik wens iedereen die helemaal dol is van wow, die wens ik gewoon heel veel plezier. En ik beloof, ja, ik beloof het, want ik zeg het net, ik probeer het leuk te vinden. Ik ga ook kijken.